Hallo iedereen. Zoals je kan zien zit ik terug in mijn auto. En ben ik nog aan het, ik zou bijna zeggen herstellen, maar aan het opladen van de trip naar Portugal. Het was fantastisch, het was super zalig, we hebben heel veel gelachen. We hebben ook heel veel interessante dingen besproken, waar dat achteraf bekeken we eigenlijk beter hadden we opgenomen. Met al onze quirky comments en grappige opmerkingen er natuurlijk ook bij. Maar het liet mij ook vandaag ook weer denken aan het feit dat hoe belangrijk dat is dat je mensen om je heen hebt die begrepen waarom dat je de keuzes maakt die je maakt. Die begrepen waarom dat jij een bepaalde visie nastreeft. Ook al begrepen heel veel mensen dat nog niet of hoe. En zeker als je tweelingvlam bent en als lichtwerker ga je dat ook ervaren, ga je dat ook herkennen. Dat mensen raar naar je kijken. Of ze zeggen wel van ja, ik begreep het. Of ja, het is lastig. Maar ze begrijpen niet hoe dat er gaande is. Ze weten maar 10% misschien van hetgeen waar dat je doorheen worstelt. De uitdagingen die op je pad komen. Zeker als je de eerste bent in jouw omgeving, dan kan het verdomd heel eenzaam zijn. En daarom was die trip naar Portugal met Chino en Sarah ook wel nog eens weer zo'n... ik word er helemaal emotioneel van. Maar zo prachtig en mooi om te ervaren hoe dat je kan samen zijn wanneer je in dat hogere bewustzijn geankerd en gegrond bent. En dat sterkt ook mijn, hoe moet ik dat zeggen, mijn vechtlust om nog meer te betekenen voor de aarde, voor jullie. Ook al is het niet altijd eenvoudig. Maar om mee te helpen, die structuren die moeten veranderen, om die van binnenuit te gaan veranderen. En dat begint dus natuurlijk met in elk van ons. En daarom neem ik ook deze video op. Want ik ben eigenlijk wel moe. Je hoort het ook aan mijn stem. Het heeft veel meer van mijn energie gevraagd dan ik gedacht had. Maar ja, ook dat is part of the game. Als je het gevoel hebt dat je alleen bent, of nu wel over je tweelingvlampad, of het gaat over je werk dat je bedoeld bent hier te doen als lichtwerker, alsjeblieft begin met te investeren in jezelf. Zorg dat je mensen om je heen hebt die je uit de modder trekken wanneer je erin gevallen bent. Of die je... helpen overeen te komen wanneer dat je helemaal door de golven meegenomen bent in de zee, bij wijze van spreken. Het doet mij denken aan een aantal grappige dingen die gebeurd zijn, maar kom. Maar dus net daarom zijn er ook heel veel dingen al beschikbaar. Jullie weten dat het programma met de vlammen een van de belangrijkste stukken is, omdat je daarin heel veel initiaties en inwijdingen krijgt voor jouw eigen groei, om door geen stukken te breken, dus waardoor je er niet langer moet in blijven hangen dan nodig is. En dan, als je lichtwerker bent of je wilt echt naar de next level in manifesteren, dan is het programma Spirituele Ondernemer Onthuld er speciaal voor jou bedoeld. Normaal gezien zijn er daar ook geen begeleiding meer in de zin van sessies of WhatsApp, maar omdat ik ook de eventjes zien dat ik hier geen domme dingen doe. Omdat ik de kracht ook zie van het samenwerken. En ook het effect gemerkt heb, zowel bij Sarah als bij Gino, van samen te zijn. Samen in de richting van één doel te stappen. Wil ik dat? Wil ik? Ja, ik heb niks te willen, maar... begreep ik ook dat ook belangrijk is dat ik dat weer aanbied aan anderen. Het is niet zomaar standaard aanwezig, maar als je dat wilt en je start
het spirituele nemersontract traject, sorry, of programma, hoe dat ook wil noemen, dan wil ik de mogelijkheid aanbieden om je vragen via WhatsApp door te sturen, omdat ik dan ook sneller antwoord. En dan krijg je ook 7/7 eigenlijk toegang tot mijn energie, tot mijn punt. Omdat het super belangrijk is dat we gewoon met meer mensen ook vanuit dat hogere bewustzijn gaan leven. En dat we niet ons constant laten naar beneden trekken door de 3D-dingen, door de structuren die er nu nog zijn. Ook al worden we er dagelijks mee geconfronteerd en worden we constant dagelijks uitgedaagd om het om onszelf staande te houden. En dat was ook hetgeen dat ik ook zag en hoorde toen dat we het healingwerk deden in Portugal op het strand. Dat we, vandaar dat we ook verbrand zijn trouwens, ondanks de vele insmeersessies en het in de schaduw gaan. De zon was echt krachtig. Eigenlijk zo ook het healing werd dan gedaan. En op een bepaald moment was er, kreeg ik ook het beeld dat we ook niet te snel mogen gaan. Dus dat we ook de tijd moeten nemen van zodra dat er iets nieuws in energie ontstaat, dat die energie ook eerst krachtiger mag worden. Vooraleer we dan ook naar het volgende level aan. En op dat moment stond ik ook met mijn voeten in het water en voelde ik ook constant de golven, het zand van onder mijn voeten, dus het fundament, de stevigheid van onder mijn voeten weg te nemen. En toch, ondanks het feit dat er constant zand van onder mijn voeten werd weggehaald, stond ik super stevig. Eén en al verbonden met alles wat op dat moment aanwezig en om me heen was. Zoals je weet, of als je de post gelezen hebt, weet je ook dat er heel veel verdriet geheeld is rond de teneergang van Lemurië en Atlantis. Omdat dat nog een stuk van blokkade was om vervolgens vanuit dat hoger bewustzijn op een grotere schaal te kunnen gaan leven. Waarom? Omdat heel veel mensen zijn verdronken toen in die periode, waaronder ik zelf ook, samen met mijn tweelingvlam. We waren toen geïncarneerd als hoge priester en hoge priesteres. En toen zijn wij ook voor het hogere goed eigenlijk mee verdronken. Om de angst die er toen heerste wat te neutraliseren. En eigenlijk een soort van counterweg-tegenwicht te houden voor wat dat er in de karmische cirkel van incarnaties zou terechtkomen. Maar daar komt dus nu een einde aan. En vraag natuurlijk dat we meer en meer van die hogere energie gaan ankeren. In eerste instantie in ons lichaam en vervolgens op plaatsen zoals cruciale, belangrijke plaatsen zoals bijvoorbeeld in Portugal. En de verbinding waar dat we de verbinding gemaakt hebben met de Luxor Tempel in Egypte. Gino zal dat later op het jaar in Frankrijk hetzelfde doen, waar er een hoe heet het ook alweer, de Château de Liberté is van, en dus eigenlijk de laatste rustplaats, of eigenlijk de laatste rustplaats, dat is waar zijn energie verblijft, of meer voelbaar is, moet ik eigenlijk zeggen, zal dan van daaruit de vlam van Ascensie verbinden met Split, dus vanuit Frankrijk, en waar dat hij, de streek waar dat hij naartoe gaat, waar dat ook Maria Magdalena en Sananda heel veel werk al gedaan hebben. Dat verbinden met Split, waarin dat de vlam van liefde samenkomt, de vlam van, dus ja, Ascensie natuurlijk, maar ook de geheelde vrouwelijke en geheelde mannelijke energie. En dat is de aanleiding van het werk dat we daar hebben in 2020 samen met Sarah ook, en toen was ook Anime. En toen op dat moment had geen van onze drie door welk belangrijk werk dat we deden. Maar het is wel super leuk om mee te maken natuurlijk. Dus van daaruit moet er iets gebeuren voor het hogere hartchakra van de aarde. Het is altijd gezegd geweest en nog steeds denk ik zelfs, ik volg het niet zo heel hard, wordt er gezegd in de spirituele community. Sommigen zeggen dat Australië het hartchakra is, anderen zeggen dat de Glastonbury en al die dingen daar in Engeland de hartchakra zijn, maar die energieën zijn eigenlijk te veel beïnvloed ondertussen,
waardoor dat de noodzaak is ontstaan van het gronden van een nieuw hartchakra voor de aarde. En dus ook voor het collectief. En dat is hetgeen mijn volgende taak. Wanneer, dat weet ik nog niet. Dat zal ik nog doorkrijgen. Wat dat er exact nodig is, ook dat zal ik doorkrijgen. Maar dus dat is de informatie die ik tot nu toe heb ontvangen. En net daarom ook is het belangrijk dat we met meer mensen ook gewoon informatie rond de vlammen gaan delen. Omdat met hoe meer mensen dat die informatie weten, hoe meer dat we die ook ankeren. En dat we eigenlijk dan ook bewakers van die vlammen worden. Zo, ik ben aangekomen op mijn bestemming. Ik ga het hierbij laten. Ik ga de video uploaden, zodat het eigenlijk zo snel als mogelijk online is. En dan, ik zou zeggen, als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer. Abonneer. En dan ja, ben ik heftig ferm verbrand. Dat komt. Abonneer en like de video, comment, stel vragen, maakt niet uit. En heb je interesse om samen te werken en dus echt jouw eigen spirituele onderneming nog krachtiger te gaan neerzetten vanuit die eenheid in mannelijke en vrouwelijke energie, dan moet je maar een comment plaatsen of mail mij via de contactpagina of lindsay@schoolvoorascensie.be. Dat is ook mogelijk. En dan ga ik jou antwoorden. Voilà, dat was voor nu. Ik wens je vast een fantastische namiddag. Geniet van de zon. Terwijl dat hier nog in België is of in Nederland. Want ik vermoed dat vanaf morgen of zo weer iets minder wordt. Voilà. Dat was voor nu. Tot in de volgende. Dag.